Dan is het nog altijd de bedoeling dat Joodse roofkunst teruggaat naar de nabestaanden. Ja, maar in de praktijk lukt dat echt nog lang niet altijd. Zo is er een hoog oplopend conflict over een topschilderij van Kandinsky. Het gaat om dit schilderij, staat in de Telegraaf ook vandaag. Het doek heet Bild Mithausen, als ik het goed uitspreek. En hangt in het Stedelijk Museum. Volgens drie erfgenamen is het kunstwerk gestolen van hun voorouders, een Joods echtpaar. En het doek zou dus uit de verzameling van die familie komen. Nou, volgens de directeur van het museum is het schilderij ter goede trouw aangeschaft door de gemeente. Dat gebeurde in oktober 1940 voor een bedrag van 160 gulden. Dat was normaal in die omstandigheden. Maar inmiddels is het doek 20 miljoen euro waard. En wordt er zelfs tot in de rechtszaal gevochten over, ja, wie is nou die rechtmatige eigenaar? Nou, de Raad voor Cultuur adviseerde gisteren al aan minister van Engelshoven: geef dit soort doeken nou terug aan de nabestaanden van die Joodse mensen. En officieel is de gemeente Amsterdam nog eigenaar en die heeft gesprekken met de nabestaanden over dit schilderij. Ja. Dit is een voorbeeld, maar er zo zijn er nog meer voorbeelden, toch Esther? Daar heb jij ook je in verdiept. Ja, ik ben bezig met een essay over roofkunst. En je ziet het ook in heel veel andere musea. Het Van Abbe Museum wordt genoemd. Er is kort geleden ook een regeling getroffen met erfgenamen. Kijk, er wordt gezegd het was in 1940. En je moet je voorstellen dat een heleboel bijvoorbeeld vluchtelingen, Joodse vluchtelingen ook uit Duitsland, toen heel snel van hun kunst af moesten. Omdat ze bijvoorbeeld moesten betalen voor de onderduik. Of door wilde richting de Verenigde Staten. En er is een website waar geroofd kunst of mensen, waarvan mensen denken dat het roofkunst is. Dat je dat kunt nakijken en dat je je dan kunt aanmelden. Maar dat werkt helemaal niet. Dat ligt ontzettend plat. En er is kort geleden een commissie geweest die zegt van, jongens, het gaat ook niet meer alleen om het belang van het museum. Want de erfgenamen hebben in principe de eerste rechten. En vandaar dat nu dit soort situaties allemaal weer opnieuw worden opgestart.